Tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie werd bekend dat in Tiel serieus gekeken wordt om een zogenaamde renaissance school op te richten. We onderzoeken alle mogelijkheden. In Tiel hebben we echt een hele, hele goede achterban. Heel veel mensen die enthousiast zijn. En de aanmeldingen stromen binnen, dus we zijn heel positief. Forum voor Democratie maakt gebruik van de nieuwe wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze wet moet onder andere de diversiteit en manier van lesgeven in het basisonderwijs bevorderen. Het idee is dat wij als politieke partij natuurlijk het algemeen belang willen dienen. En het is in het algemeen belang om goede scholen te hebben in Nederland. Die hebben we nu steeds minder. Scholen worden vaak slachtoffer van schaalvergroting, van fusies. Ze worden steeds groter en groter, waardoor managers en bestuurders de school eigenlijk bestuurden in plaats van ouders en leraren. Dus het wordt veel te groot. Daarnaast worden scholen steeds politieker, doordat er op jonge leeftijd al met climate change en met Amerikaanse presidentsverkiezingen en met transgenders enzovoort, wordt aan jonge kinderen opgelegd, gepresenteerd. Het hoort niet in een school. Dat moet je niet hebben. Je moet een politiek neutrale school hebben. En tot slot het derde punt. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat je uitgaat van de zelfontplooiing van het individuele kind. Zodat je niet van top-down, van bovenaf zegt, dit moet iedereen moet hetzelfde zijn, maar maatwerk. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de komst van de scholen. Zo is er nog geen bekostiging van de Rijksoverheid. Men hoopt in het nieuwe schooljaar al te kunnen beginnen. Forum voor Democratie zegt aan alle eisen te voldoen om een basisschool te starten.